Alice van Beckham, zij kreeg nog niet zo lang geleden een hele bijzondere onderscheiding van de Canadese gouverneur-generaal, als ik me niet vergis. Mevrouw van Beckham, vertel eens, hoe was dat? Ja, geweldig. En ik draag hem nu, omdat ik straks nog naar een andere herdenking ga. Anders zou ik hem niet opgedaan hebben. Maar het is heel speciaal om die erkenning voor al ons werk, niet alleen voor mij, maar ook voor onze vrijwilligers te krijgen. Ja. Ja. Uw werk, u staat Faces for Graves. Ja. Wat bedoelen we daarmee? Ja, Faces to Graves is eigenlijk een beetje niet figuurlijk bedoeld, niet letterlijk. Het gezicht bij het graf. Je maakt een plaatje van een soldaat, niet alleen een militair, maar ook wat het betekend heeft voor zijn familie. Je staat voor toen een graf, niet meer terugkwam. Je ziet de naam, je ziet de leeftijd. Ja. Ja. Maar u wilt dat eigenlijk al die herinneringen een gezicht krijgen. Het moet geen naam blijven, maar een gezicht met een verhaal. Een gezicht met een verhaal. En die verhalen zijn ook allemaal die worden opgeschreven en bewaard voor de toekomst. Ja, u zegt dat die worden opgeschreven, bewaard voor de toekomst. Wie doen dat? Wij hebben een research team die heel actief de biografieën schrijft en onderzoek doet. Maar het is een klus, hè? Is een klus, ja. We zijn al een aantal jaar bezig. We hebben alleen nog geen digitaal monument, want daar werken we voor. Ja. En dat heeft met sponsoring te maken. Ja. Dus u zoekt daar support bij van God. Ook, er zou toch ergens een ICT-bedrijf te vinden moeten zijn die denken van hier moeten wij aan meedoen. Dat is het enige waar wij gemis aan hebben. We hebben niet kennis om dat zelf te doen. Ja. Die verhalen verzamelen, wie doen dat? U doet vanuit, u ziet er jong uit, maar wij zijn oud, ik ook. Je kent die oorlog, maar ik zie ook jongeren. Die op zoek gaan naar die verhalen, is toch eigenlijk heel bijzonder. Dat is heel mooi en dat is eigenlijk ook ons beleid. We willen dat voor een volgende generatie conserveren. En als je het verhaal vertelt, krijg je toch een andere indruk wanneer je op de begraafplaats komt. Ja. We hebben een scholenproject hier in Nijmegen afgelopen jaar. Ja. Canisius College heeft ons geholpen. Die jongeren hebben per twee een biografie samengesteld en opgelezen bij het graf. Zij moeten dus op zoek gaan naar die herinneringen in Canada, in Engeland, in Amerika, in archieven. Ja. Wat doet dat met die jongeren? Nou, die komen nooit meer op dezelfde manier op de begraafplaats. Want hun graf is daar. Dus die ene jongen, die ene soldaat, die kan het verhaal voor hen veel beter verwoorden dan dat ik het doe. Het is natuurlijk al een hele indrukwekkende begraafplaats. En ineens horen daar ook een heleboel indrukwekkende verhalen bij. Monument, En hoe ver, want er liggen natuurlijk duizenden militairen hier. Ja. En het is natuurlijk een eeuwige droom om dit niet te stoppen, maar door te gaan. Ja, lukt dat, denkt u? Dat is het gevaar. We zijn inmiddels wij zijn voor de Canadese begraafplaats en er zijn er drie in Nederland. Met z'n drieën zijn we nationaal in een platform Canadian War Graves Nederland gegaan. En dan willen we alle Canadese graven in Nederland een gezicht geven. Maar goed, dat is een droom. Ja, en wat is uw eigen drive daarbij? Dat u die stap zet en dat volhoudt en dat wilt? Ja, ik ben na de oorlog geboren, dus iedereen stelt mij die vraag. Maar wij zijn gastgezin geweest toen we hier kwamen wonen in de omgeving. En als je dus veteranen te logeren hebt en je staat met een veteraan bij het graf van zijn vriend en je voelt die emoties, dan weet je dat je eigenlijk dat niet moet overslaan. Die veteraan is inmiddels overleden, dan moeten we doorgaan. En op die manier willen we dat eerbetoon oprichten. Ja, maar dan staat u daar nu eentje. Hoe vind je die anderen om mee te nemen, om mee te doen? Ik sta daar nooit in mijn eentje. We hebben een groep enthousiaste mensen die ons al bijstaan. Maar goed, daar ben ik heel dankbaar om. Want je kunt het niet alleen. Alleen kun je een droom uitspreken. Ja. Maar alleen kan ik dat nooit waarmaken. Ja. En welk verhaal is nu, als je terugblikt, welk verhaal is u nu het meest bijgebleven? Dat vind ik een heel lastige verhaal. Kan ik mij voorstellen. Want ik coördineer het research en eigenlijk ieder verhaal wat binnenkomt brengt tranen in de ogen. Sommige jongens waren net getrouwd voor ze naar Europa gingen. Vrouw zwanger, hebben het kindje nooit gezien. En daar krijg ik altijd kippenvel van. Nee, ik kan me dat voorstellen. Ja. Ik ben zelf vernoemd naar een Amerikaan. Ik heet Rob, maar mijn vader noemde mij Robert en ik ben Een eigenlijk naamgenoot van Robert Gregg, die is gesneuveld in Amerika, hier in Duitsland, en begraven in Margraten. Mm-hmm. En je gaat altijd anders kijken als je dat graf ziet. Duidelijk, Dat fascineert, dat bindt je. En je wordt meegenomen in het verhaal van die mensen. Inderdaad, we zeiden net dat Richard Hendrik zei, de gemiddelde leeftijd 22 jaar. 17, een aantal van 17. Van 17, onvoorstelbaar, Dan heb nog meer dan een leven. Nou, er zijn gezinnen waar drie jongens niet meer thuis kwamen. Ja, dat moet je indenken. Ik heb ook twee zonen, of wij. Maar dan pas voel je dat op een heel andere manier. En ze kwamen de oceaan over, om hier. Ja, zo ver.
En die graven zijn natuurlijk ook niet altijd door familie bezocht. Die hadden niet de financiën om dat te doen. Ja. Ja. Dus vandaar. En nu moet dat resulteren in een digitaal monument. Dat is een beetje de grote toekomstdroom, ja, misschien wel. Hoe moet dat monument eruit gaan zien? Nou, we hebben nu al een website, een kleine website opgezet, waar ook wat voorbeelden van onze biografieën op staan. Ik heb afgelopen week gekeken en je moet er naartoe gaan, naar Faces to Graves. Ja, heel even graag. Kijken, je ziet namen daar staan, je ziet de gezichten en je ziet direct een verhaal. En je ziet ook de jongeren die dat gedaan hebben, vind je op die paarden dus heel mooi. Maar dan gaat je het moet leven. Dat voor al die duizenden gerealiseerd krijgen. Maar dat is een punt die, toen ik in het begin met deze stichting begon, zei iedereen, je krijgt natuurlijk nooit die 2619 graven, want we willen eigenlijk het memorial ook meenemen met vermiste 1000, krijg je nooit klaar. Maar als wij beginnen met een interactieve website en mensen voegen toe, dan wordt het een groeibriljant. Ja, ja, want dat is ook zo'n fenomeen. U zegt van er liggen 2600 graven, maar er is ook een muur met 1000 vermisten. En dat is nog erger voor de familie. Ja. Nooit iets van teruggevonden. Nee. Dat is heel triest. Ja. Ja. Ik ken een aantal familieleden, dus een zus. En die heeft 2 broers verloren. Eén in Normandië heeft een prachtig graf. Maar de andere broer is hier vermist. En die was in Leut omgekomen. Ja. En nooit teruggevonden. Nee, en dan blijf je nog toch als familie toch hopen iets te vinden. Je krijgt ook eigenlijk geen bevestiging dat hij echt overleden is. Ja. Dat is een stukje rouwverwerking, denk ik. Ja. Je ziet ook op het moment dat er iets gevonden wordt, dat onmiddellijk toch er aandacht is. Zou het Jan kunnen zijn? We kunnen nooit iedereen natuurlijk terugvinden, maar het is heel, heel zwaar, denk ik, voor families. En zijn er dan ook families die u benaderen? Ja, zeker. Die vragen heel vaak, want in Nijmegen zijn heel veel soldaten ingekwartierd geweest. En de vraag die ik heel vaak krijg is, zou die familie nog leven? Want onze familie heeft ooit contact gehad, maar we zijn de gegevens verloren. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om in Nijmegen nu nog mensen te vinden waar iemand ingekwartierd lag. Nou, toch duik je regelmatig die verhalen op. Hè, er verschijnen verhalen in de krant en dan weet het kleinkind heeft toch een verhaal gehoord inderdaad. Maar dan worden wel weer eens ontmoetingen georganiseerd. Ja, prachtig. Mensen komen ervoor over. Prachtig, hier die plek te vinden. Ja. Hier zat mijn grootvader of mijn opa zat hier. Ja, ik heb 1 keer geprobeerd de verloofde van een Canadese soldaat te vinden in Nijmegen. Maar we hadden alleen een naam, Joyce. En dat is nooit gelukt, helaas. Dus we zijn nog steeds op zoek naar Joyce. Who knows? Ze moet nu boven de 75, 85, dat 90 denk zijn. Denk ik echt wel, ja. Die verliefd was op een Canadees. Ja. En dan komt die familie haar zoeken. Waar is Joyce? Nou, dat is natuurlijk het punt. In oorlog mochten soldaten geen namen van plaatsen en namen van mensen noemen. In verband met censuur. En die hebben alleen een naam, voornaam. Ja. Voornaam. Ja. Ja. En is het misschien moeilijk om Joyce terug te vinden. Maar misschien het kleinkind heeft misschien ooit het verhaal gehoord. En u ziet hoe mensen gelukkig worden als ze die kleine bevestiging vinden. Ik was al in de buurt, hè? Maar goed, via de Gelderlander, de krant, hebben we oproep gezet. En er zijn wel wat reacties op gekomen, maar nooit echt die vriendin. Ja. Ja, ik zie u glunderen bij van hoe belangrijk het u vindt om die verhalen op te tekenen. Dat persoonlijke, dat is wat soms andere mensen ook aanspreekt. En mij spreekt dan de gevoelswaarde aan. Ik bedoel, je leeft je een beetje in. Als ik 2 zonen kwijt zou raken die niet meer thuis kwamen, vreselijk. Ja, ja. Maar dat gebeurt dus in Canada heel veel. Ja. En Amerika. Ja. En bent u zelf in de oorlog, uw voorgangers, uw ouders, heeft u de pijn van de oorlog meegemaakt, de ouders? Of? Nee, maar mijn allereerste zoektocht naar een graf, dat was op de begraafplaats van mijn ouders in het westen waar ik vandaan kom, in Gorinchem. En daar ligt dus een Canadese soldaat. En die kwam om toen operatie Market Garden eigenlijk mislukte. Zaten de geallieerden opgesloten bij de Oude Kerk in Oosterbeek. En die zijn door Canadese en Engelse engineers geëvacueerd naar de andere kant van de rivier. Aan de Rielse kant. En daar kwamen 7 Canadezen bij om. Waarvan er 1 helemaal in Gorinchem ligt. Omdat zijn lichaam in de rivier zo lang gelegen heeft. Ja. Ja. Die is in Vianen, in de buurt van Vianen uit het water gehaald. Ja, ja, dat is natuurlijk hier ook bij de oversteek in Nijmegen gebeurd. Er zijn mensen gesneuveld, die zijn precies door de rivier hetzelfde. Meegesleurd en pas veel later teruggevonden. Of helemaal niet meer gevonden. Of helemaal niet meer teruggevonden. Eén staat op onze muur in Groesbeek. Ja. Ja. Eén van die 7. Eén van die 7, nooit teruggevonden. Ja. Het is een, dat wil je niet. Nee, dat wil je niet. Dat is gewoon heel erg, ja.
Bedankt voor uw komst. Graag gedaan. En heel veel succes. En laten we hopen dat dat digitale monument dat er daadwerkelijk gaat komen. Geweldig. Kijk, ongetwijfeld nu een ICT-deskundige mee. Hopen we. Ja, precies. We moeten in de stad Nijmegen, moeten die bedrijven te vinden zijn. Ja, info@face2grace.nl. Kijk, u hoort het waar u moet zijn. Ja, dank u wel.